En dan is het echte grote moment aangebroken. Je houdt jouw boek voor het eerst in handen. Heerlijk. En je ego is nu zo gigantisch opgeblazen dat je dit exemplaar op je nachtkastje zet bij het slapen gaan. Om de volgende ochtend het meteen weer te kunnen bewonderen. En oh, wat is het mooi geworden. En wat zit die cd er ook weer fantastisch goed in bevestigd. En een leuk ontwerp. En wat ruikt het heerlijk naar druk inkt. En je gaat naar de dichtstbijzijnde boekwinkel om het ook in een stapel te zien liggen. En, in mijn geval, je gaat signeren. En ik doe dat op 8 plaatsen in het land, in de boekhandels. En dat is toch wel spannend. Want ik heb in geen jaren een boek gepubliceerd. En dan is de vraag, komen er wel lezers? En dan sta je daar op een doordeweekse middag in een boekhandel in Middelburg, in Groningen, in Maastricht, in Utrecht, Den Haag. En dan zijn daar zo'n 100 mensen verzameld die jou willen horen voorlezen en die een boek van jou willen laten signeren. Dat zijn zulke aardige mensen en die zeggen aardige dingen tegen je. Bijvoorbeeld in de boekhandel Broessen in Utrecht. Het eerste stukje uit het boek. Aha roept maaltijden terug. Zaandam. Supermarkt Albert Heijn roept 2 soorten kant-en-klaar maaltijden terug. Het eten van de maaltijden kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gaat om Aha Macaroni Bolognese met als houdbaarheidsdatum 23 januari. En om Aha Excellent Saltimbocca Pappardelle met als houdbaarheidsdata 9 januari, 12 januari of 13 januari. Tijdens de productie van de maaltijden is er iets misgegaan met de warmteregeling, waardoor de kwaliteit van de producten niet gegarandeerd kan worden. Klanten die de macaroni of de saltimbocca hebben gekocht, kunnen die retourneren waarna zij hun geld terugkrijgen. Klanten die de bovengenoemde AHA-producten reeds hebben genuttigd, worden in het dichtstbijzijnde AHA-filiaal in de gelegenheid gesteld een vinger in de keel te steken en hun maaginhoud in de speciale spuugbakjes te deponeren. Als na het braken de macaroni of saltimbocca nog als zodanig is te herkennen, krijgen ook die klanten hun geld terug. Na zo'n lange tijd hier in het hokje te hebben gezeten, is het toeven onder de mensen als het liggen in een warm bad. Maar als de tournee erop zit, dan moeten we uit dat bad, moeten we ons afdrogen en dan moet ik me weer terugtrekken in dit hokje om nieuwe plannen te bedenken. Zit niemand op te wachten, maar het moet verder doorgaan. Misschien zit er nog wat in het vat. Ik hoop het. Lezers, bedankt.